Al ruim 15 jaar willen bewoners van Lent dat er een ontsluiting van de N325 richting Bemmel komt om de groeiende verkeersdruk in het stadsdeel te bestrijden. De gemeente Nijmegen laat de bewonerscommissie de Stelt nu in een brief weten dat de dure Dorpersingel Oost of de gevreesde Ressense variant er toch niet komt. We hebben van de gemeente Nijmegen inderdaad begrepen dat de Dorpersingel, zoals die in het bestemmingsplan van 2011 staat, er niet zal komen. Dat was een grote verrassing voor Lent. En daarom zijn we in gesprek gegaan met wethouder Tiemens en wethouder Veldhuis over de situatie. De gemeente Nijmegen heeft zo zijn redenen om de Dorpersingel niet door te voeren. Dit heeft ook te maken met het standpunt van de gemeente Lingewaard in deze en de provincie. Maar dit zullen zij toe gaan lichten in een informatieavond voor de bewoners van Lent. Is het niet vreemd dat de gemeente nieuws over zo'n voornaam dossier alleen maar op deze manier communiceert? We hebben de wethouders gevraagd naar de reden waarom er niet gecommuniceerd is hierover. Omdat het redelijk vreemd is dat wij als nieuwe inwoners, maar ook de bestaande inwoners van Lent, niks te horen hebben gekregen over niet uitvoeren van het bestemmingsplan zoals die er lag. Wat is de consequentie voor de bewoners van Lent als er geen alternatieve oplossing komt? Nou, als er geen verbindingsweg komt, betekent dat hier in deze straat, maar ook in de rest van Lent, dat er meer sluipverkeer zal komen. Dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid, zowel gezondheidsaspecten als geluidshinder voor de inwoners. De wethouder heeft aangegeven dat zij op dit moment in samenwerking met gemeente Lingewaard op zoek zijn naar passende alternatieven. Een knip in de Vossenpelse straat, omleiden van verkeer. Dat zijn ideeën die bij ons als buurtvereniging De Stelt naar voren komen. Maar het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat de gemeente met andere passende mogelijkheden komt.